Aan de telefoon Wim Snijders. Wim is de trainer van SC Weesp op het gebied van handbal. En Weesp speelde gisteren tegen OBW. Weesp was punteloos. OBW was ook punteloos. En inmiddels is één van de twee dat niet meer. Want Weesp heeft gewonnen met 26-20. Goedemiddag, Wim. Goedemiddag. Ja, dat klopt wat je zegt. Ja, en hoe was het gevoel na de wedstrijd? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, dat kan. Als je ziet dat je een aantal wedstrijden toch dicht bij zit, er tegenaan zit, om te winnen. En dat lukt niet door allerlei oorzaken. En je wint dan gisteren overtuigend met 26-20. Dat was dan een klein feestje natuurlijk na afloop. Ja, kun je ons even meenemen hoe die wedstrijd is verlopen? En was het ook echt dat jullie de hele wedstrijd overtuigend de beste waren? Ja, kijk, zoals ik al heb gezegd in de vorige interview, stel je moet proberen op snelle aanbal te spelen. De tegenstander onder druk zetten. Nou, dat hebben we gisteren ook voor bijna 100% uitgevoerd. Het ging de eerste helft ging het vrij gemakkelijk. Alleen net een beetje aan het einde van de rust. Ik heb een kleine vervallen, wat foutjes hier en daar. Wat slordigheden in de dekking. En dat leidde tot twee punten. In de rust in ons voordeel. We zijn ook niet in de eerste helft echt onderuit gegaan van jongens, we moeten de kop erbij houden, want het gaat straks fout. Het ging ons, omdat de goede duidelijke afspraken hadden gemaakt, ging de eerste helft redelijk goed. En de tweede helft dus ook, denk ik? Nou, de tweede helft ook wel. Het is altijd belangrijk dat je geloof ik weer vanaf begin van zo'n fluitsignaal in zo'n tweede helft ook weer gelijk de druk erop houdt. Maar dat hebben we ook gedaan. En dan kon je toch vaak zien, ja, een paar kleine foutjes in de dekking. Maar ik moet zeggen dat zowel in de dekking als aanvallend hebben ze prima gepresteerd. Op allerlei fronten. En we waren natuurlijk ook compleet, zoals je weet. En dat leidde dan wel op een gegeven moment een uitslag van 26-20. Nou, dat is natuurlijk alleen maar fijn voor de ploeg. En voor de begeleiding. Ja, precies. En dan volgende week tegen Overwetering. Uit, maar ook weer thuis. Ja, in de hal in Holst, ja, dat klopt. Ja, hoe kijk je dat tegenaan? Hoe is dat voor jou? Ja, hoe kijk je er tegenaan? Kijk, ik zit nou wel een beetje in een kleine flow. Ja. En zoals je weet heeft Overwetering nog geen punten gehaald. Je hebt gisteren natuurlijk een pakkende broek gehad van Bocelli, zoals je weet. Mm. En maar dat weet je maar nooit. Kijk, dat daar zijn bij mij zijn alle pijntjes over. En dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Ik heb geen geblesseerde meer. Ik ben helemaal compleet. En zo'n wedstrijd. Kijk, we hebben nu een paar keer verloren van en in de competitie gelijk gespeeld en verloren. En verloren in de beker. Misschien wordt het wel tijd nu om ook van hun te winnen. Kijk, als je wint, en ik kijk naar het programma van de komende weken. Als je wint van hun, van Overwetering. En kijk daarna tegen DFC en Zwolle. Dan kun je nog wel eens een keer stijgen op de ranglijst. Maar nogmaals, er moet eerst getraind worden van de week. En dan is pas de wedstrijd van volgende week zaterdagavond aanstaande aan de hand. Dus zover is het nog niet. Nee. Nou, het is nog niet zover, maar wel revanche volgende week. En ik heb een vraag nog. Hè. Wat is jullie doelstelling eigenlijk voor dit seizoen? De doelstelling is om lekker vrij uit te handballen. Om de dingen die we hebben afgesproken is dat wij een beter resultaat proberen te behalen als vorig jaar. Je moet uit het onderste gedeelte moet je komen. Dan moet je niet in blijven zitten. Anders kan het wel eens vroeg of laat kan het wel eens fout gaan. Want dan krijg je weer het woord degradatie. Dan moet je misschien weer een schrappende rol uithalen. Om anders te gaan spelen of iets anders te gaan doen. Nou, je moet gewoon proberen uit die degradatiezone weg te blijven. En proberen een beter resultaat te bereiken dan het afgelopen jaar. Dat is eigenlijk de doelstelling. En hoeveel zwaar jullie vorig jaar geworden? Wij zijn vorig jaar geworden. Ik was toch al interim, zoals nog niet helemaal bij. Wij zijn net de dans ontsprongen. De nummer laatste, die gaat er automatisch uit altijd. Mm-hmm. En de nummer 11, die speelt nog een aantal wedstrijden tegen een aantal ploegen. Om nog in de hoofdklasse te blijven.
En de rest valt eraf. Die gaan naar de eerste klasse toe, wat bijvoorbeeld LSC afgelopen seizoen is overkomen. Oké, okay, dus vorig jaar waren jullie dan tiende geworden, denk ik? Ja, ik doe het even op de loto, ik ben het beeld eventjes kwijt. Ik dacht het wel, tiende, ja. Ja, oké. Okay. Dat zijn jullie nu ook, dus... Ja, daar staan we nu ook, ja. Ja, er komt ook nog bij, als je de stand even bekijkt, dan zie je ook staan SK 2 punten, er staat een sterretje bij. En er staat een onderwerp van SK krijgt 2 punten in mindering. Als je de komende weken gelijk speelt of een aantal partijen wint, dan hangt de vlag er de volgende week heel anders voor. Maar we zullen er wel alles aan doen, ja, om het overwetering moeilijk te maken. En we zullen ze aanstaande donderdag nog even gaan bekijken als we spelen om de beker tegen Weijen. Slim. Dat gaan we dan wel even doen. Slim. En dan slim. Ja, vind ik wel. En dan volgende week snel handballen, hè? Waarschijnlijk. Ja, dat heb ik al gezegd vorige week ook geloof ik. Ik doe er wel eens beloftes van. Je moet winnen. Nou, ik heb nou mijn belofte waargemaakt. Tegen Overwetering is het weer een ander verhaal. Ik vind Overwetering een hele goede ploeg. Dat meen ik gewoon. En dan verbaast het mij ook dat ze onderaan staan met geen 1 punt nog. Dus vreemd voor mij een beetje. Goede ploeg. Ik heb ze vaak genoeg zien spelen. Maar ook die kijk waar het om gaat als je maar één keer wint. Zoals wij gisteravond. En dan gaat het misschien weer iets gemakkelijker. Dan ben je een beetje uit die spiraal weg. Dan ga je toch weer iets anders aanballen. Ja, je bent de emotionele nul ben je vanaf, zeg maar. Dat is ja, daar ben je eventjes vanaf, precies. Ja. Ja. En dat is zoals nou gisteravond gelukt. Door degelijk goed en effectief aanbal. En dan zullen we ook zaterdagavond in Ols weer tegen Overwetering doen.